Nou, Sculptra is een biostimulator en waarmee je eigenlijk volume kan behandelen. Dus het maakt gebruik van het collageenvormende eigenschappen van het lichaam. Nou, ja, het voordeel is bij Sculptra is dat het langer aanhoudt, 3 jaar. En zo lang kan het aanhouden. En ik vind dat je met Sculptra, met dat flaconnetje, je veel meer volume verbetering kan verkrijgen dan bijvoorbeeld met een Radiesse of een Elan-C of een hyaluronzuur. Nadeel is dat Sculptra dat ik het 24 uur van tevoren moet aanmaken, dus dat is voor mij een beetje onpraktisch. Het is ook een belangrijk nadeel, is toch ook de levensduur. Soms is het zo dus dat mensen daar 3 jaar plezier van hebben. Maar dat kan soms voor mensen ook echt een nadeel zijn. Dus ze hebben meestal zoiets van, oeh, dat vind ik toch een beetje eng. Het is ook belangrijk dus dat de ervaring van de dokter wel heel belangrijk is om het in te schatten. Dus dat betekent ook dat mensen ja, soms het ook wat enger vinden. Sculptra gebruik ik met name voor eigenlijk de zijkanten van het gezicht. Nou, dat zijn indicaties waar de meeste mensen zich niet echt op focussen. Meestal gaat het meer hierom. Maar juist door de zijkant van het gezicht te behandelen, kan je veel natuurlijke resultaten bereiken. Je kunt het, dus zijkant van het gezicht, je kunt het ook voor de jukbeenderen gebruiken, een bovenste gedeelte van de neus-lippenplooi en voor de marionetlijnen. En vaak doe je dat allemaal in één keer in één flacon.